Welkom bij deze les van de economiecoach. En deze les gaat over de rijksbegroting. En dan hebben we het al snel over het begrotingssaldo en het financieringssaldo. Twee begrippen die nogal eens door elkaar gehaald worden. En vandaar dat ik in deze les daar wat duidelijkheid over wil geven. Als het gaat om de begroting van de overheid, dan hebben we aan de ene kant de inkomsten van de overheid. En dat gaat om voornamelijk belastingen. En aan de andere kant de uitgaven. Uitgaven aan allerlei collectieve voorzieningen. Hier hebben we een voorbeeldje van zo'n begroting. Dan zien we aan de ene kant wat er inkomt en aan de andere kant wat er uitkomt. Dan zien we dat de directe belastingen en de indirecte belastingen, dat is de grote inkomstenbron voor de overheid. Premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen. En de aardgasbaten staan er ook nog genoemd. Er zijn al wel meer, zoals boetes en de staatsloterijinkomsten, omroepinkomsten, retributies. Maar deze vijf zijn wel de grootste inkomstenbronnen. En zo zie je dat in 2014 is begroot dat er 249 miljard euro binnenkomt. En aan de andere kant gaat dat geld er ook weer uit aan de zorg en de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, aan onderwijs, aan de gemeentes en de provincies. Buitenlandse zaken, hier zie je nog een heleboel ministeries langskomen die allemaal hun uitgaven hebben. En je ziet dat die uitgaven in dit geval, in de miljoenennota, de begroting van 2014, 267 miljard zijn. En dat is dus groter dan de inkomsten. Hoe ga je daarmee om? Als de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, dan heb je een mooie begroting gemaakt. Maar in 2014 zien we al dat de inkomsten kleiner zijn dan de uitgaven. Er is dus een begrotingstekort. Zou het andersom zijn, de inkomsten groter dan de uitgaven, dan heb je een begrotingsoverschot. Dan kan je volgend jaar wat meer uitgeven of dan heb je een potje voor moeilijkere dagen. Maar in dit geval hebben we een begrotingstekort. Hoe kan je nou met zo'n begrotingstekort omgaan? Je hebt dus minder inkomsten dan uitgaven. Nou, aan de ene kant kun je natuurlijk bezuinigen op je uitgaven. En dat gebeurt ook al jaren. Je moet gewoon zorgen dat je niet meer uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. De andere kant is natuurlijk dat je de belastingen kunt verhogen. En dat je meer inkomsten krijgt. Alleen dat zullen de mensen niet zo leuk vinden in het land om nog meer belasting te gaan betalen. Waardoor ze ook weer minder koopkracht krijgen, waardoor de economie ook niet echt gestimuleerd wordt. Dus vaak wordt ervoor gekozen om gewoon maar dat tekort te houden en dat tekort op te vullen met geld wat geleend wordt. En eigenlijk noemen we dat uitgestelde belastingheffing, want uiteindelijk moet het natuurlijk toch een keer terugbetaald worden, middels belasting. Alleen je stelt dat even uit, een aantal jaar, en je denkt, nou, als de tijden weer goed gaan, de economie weer toe, als de economie weer beter gaat, dan komen we wel op die belasting terug. En dan gaan we dat geld wat geleend is, gaan we weer aflossen. En ook die rente die betaald wordt, dat komt ook wel goed. Nou, op het moment dat je een staatsschuld krijgt doordat je geld leent als overheid, dan groeit dat voortdurend door elke keer een begrotingstekort. Dus die staatsschuld wordt steeds groter, dat is logisch. Aan de andere kant neemt de staatsschuld af doordat je gaat aflossen. Dus je gaat geld teruggeven. Als je een begrotingstekort hebt, neemt het staatsschuld toe. Als je een aflossing doet, neemt de staatsschuld af. En het verschil ertussen, wat je nog nodig hebt om bij te lenen, dat noemen we het financieringstekort. Even een voorbeeldje. Hier hebben we dus een tekort in 2014. 249 miljard binnen en 267 gaat eruit, dus we komen geld tekort. Hier geef ik een voorbeeldje van een staatsschuld van 40 miljard. Laten we stellen dat dat jaar er 100 miljard inkomsten is en de uitgaven zijn 120 miljard. Met andere woorden, we komen 20 miljard tekort. Een begrotingstekort van 20 miljard. Dat zou dus betekenen dat de staatsschuld met 20 miljard toeneemt. Volgende plaatje. Staatsschuld 40 miljard. Begrotingstekort 20 miljard. Dus een toename van 20 miljard. Dus de staatsschuld zou dan zijn 60 miljard.
Alleen, er is ook 15 miljard afgelost, waardoor die staatsschuld natuurlijk juist kleiner wordt. Met andere woorden, de toename minder afname is uiteindelijk het resultaat van die staatsschuld en dat is dan 45 miljard. Dus per saldo is er 5 miljard toegenomen. Aan de ene kant afname door de aflossingen, aan de andere kant een toename door het begrotingstekort. En dan hou je het saldo over en dat noemen we het financieringstekort. Want dat moet je bij gaan lenen. Nou, dit is even heel kort het verschil tussen de begrotingssaldo en het financieringssaldo. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat. Heel veel succes!